lopen. Volop. Zitten. Jij er ook bij, net fotograaf. Hier dan jou, omagent. Hey. Wie is die jongen toch? Wie? Die rode, die fotograaf. Nou, dat is een oude vriend van me, man. Is een beetje in zo'n hobby blijven hangen. Zal ik hem even apart nemen? Nee, jongen. Het is een loser. Ik vind het heerlijk om ergens eerder te zijn dan wat. Ben je wel niet dicht? Ellen van Veen, 24 jaar. Van dichtbij door het hoofd geschoten. Van de auto hier naartoe gesleept. Executeerd. Lijkt er wel op. De D is afgesloten. Geen moordwapen gevonden. Tweede maar schoenafdrukken. Maat 44, maat 45. Wanneer? Gisteren, eind van de middag, uurtje of 5-6. Vrijdagavond. Lekker begin van je weekend. Tja. GSM, portemonnee, sleutels in de jassen. Ja. Ja, Evert. Ja, ik weet wat het is. Gaan we even kijken. Oké. Okay. Auto van het slachtoffer is gevonden. Kom mee. Ja, rot op joh, klootzak. Laat mij maar, joh. Ja, die komt. My god, Van Veen, joh. Van Veen? Dat is lang geleden. Nee, ik ken de zaak. Ik ken de zaak van de vader. 20 jaar geleden, ik was net regisseur. Die man is aangereden. Dood gevonden langs de kant van de weg. Die dood van die man is altijd een mysterie gebleven. 89. Wat is er gebeurd dan? Weet ik niet. Doodgereden, expres, per ongeluk. Dat was een rare zaak. Dossiers weg. Geen getuigen. Een hele kutzooi. 89, net zeker. 89. Was jij er al? 89? Ja. Nou, ik was nog een lucky, denk ik. Daar weet ik niet van. Hier, Anne de Jong. Hey. Robert Veldhuizen. Robert Veldhuizen. Nathalie van Elst. Je hebt er wel een werkje van gemaakt, hè? Waarom zijn die namen eruit geschreven? Misschien dat ze wisten dat ze niet waren. Misschien is het niet uit. Anne de Jong, met naam en toenaam. Dat is wel lekker makkelijk. Even langs gaan? Ja? Ja.
Hier links. Oké. Ja, onderweg erbij. We hebben toestemming, neem ik aan. U hebt toestemming. Als u ter plaatse bent, wil ik graag de situatie daar weten. Welk huisnummer? Is dat u? Volgens mij wel. Wat doen we? Volg. We gaan even kijken waar ze heen gaat. Oké, noteer even het kenteken. Anne, ben je al onderweg? Lekker opgewonden steentje. Ja, ja. Godverdomme! Waarom moet ik dit doen? Waarom? Jij hebt hem aangereden. Jij zat achter het stuur. Jij was dronken, weet je nog? Wij hebben ons werk gisteren gedaan. Nu is het jouw beurt. We waren met z'n drieën. En jullie wilden dat ik doorreed, lul? We hebben 25 jaar op vanmiddag weg is ze weg. Vanmiddag? Godverdomme, nee, oh. Anne. Nee, hey, ik wil je wel opgeruimd worden. Het gaat niet goed. Let's go. Vanmorgen is het lichaam gevonden van een 25-jarige vrouw in de bossen bij Amsterdam-Noord. De vrouw is door schotwonden om het leven gebracht. De politie wil nog niets kwijt over de toedracht van de moord, maar bronnen melden dat het gaat om een executie, wellicht een afrekening in het criminele circuit. Het slachtoffer is zover bekend, geen bekende van de politie. Later deze middag zal er een persconferentie gehouden worden in Amsterdam. Mededeling voor het verkeer. Ringweg A10 Noord is in beide richtingen afgesloten. U wordt omgeleid via de Eitunnel. Het is alleen buitenring. Ze heeft haast. Ja, dat zie ik. 601 richting Bos. Peter, geef even door dat we haar volgen. En aanhouden? Maar eerst even kijken waar ze heen gaan. Wacht even. 6 gas erop houden. Rij maar door. 2301, centrale over. Ben jij vast met de vest aan onderweg 2301? Centrale, iedereen richting locatie Buitenslotendijk, over. Het gaat naar de PT, man. Rustig, rustig. Ik weet het zeker. Nu dan aanhouden? Wacht even, even kijken waar ze heen gaan. Kom op. Wacht, Peter. Wacht. Hey, Peter Eikel, wacht nou even, man! Stop! Politie! Hand omhoog! Hand omhoog, nu! Ah! Dat is een wapen, man! Dat is een wapen! Ah, ik dacht dat het een wapen was. Sluipen, lol. Wat is dit? Fuck! Wat een lol. Wat een lol. Domme! De collega's van de 5201, die hebben staande gehouden. Wat? Wat? Waarom ben je onderzoek uitgegaan, godverdomme? Nu moet ik deze beslissing nemen. Ellen. Je houdt het op. Je houdt het op. Zitten!
Bel je aan dan morgenochtend? Ja. De truck komt veel te dichtbij, man. Heb je die map in de auto gelegd? Ja. Aangepast? Ja. Oké. Morgen zetten we er een punt achter. Een fucking 25 jaar. Rij je maar. Morgen vroeg op. Kom je nog fotograferen morgen? Jij wil.